Dat hier, dat is mijn verhaal. Omdat ik mijn versie van de feiten wil geven. In tijden dat ik nog geen balans kon stopmaken van het leven, waar ik gevuld met heldingsdrang. Overal en altijd tot het uiterste aan. Ook al was het niet nodig, het beste wil zien. Ook al was ik het niet, rustig doen, opbouwen, kalm bluffen. Ik kon het niet. Ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. Ik ging heren tot het uiterste. Voor mezelf en voor iedereen rond me. Het was een soort sport op zich. Voorlopig nog onschuldig, maar dat ging niet meer lang duren. Gébelin et Vandenbroek, réaction de Frank Vandenbroek. Voilà, c'est parti et c'est dur. Hein. C'est très, très, très dur, c'est très raide. Het zweet drukt van zijn gezicht. Ja, Ploegster, je sais qu'à l'hôtel de la place, on ne doit plus se tenir. Et attaque de Vandenbroek. Il avait promis, il l'avait dit, il le fait. Il a dit, je vais prendre ma revanche et c'est là que je vais démarrer. C'est impressionnant. Door mijn overwinning in Parijs-Nice was ik eigenlijk al veranderd van dat kleine coureurtje naar die grote coureur uit België. Wat een supertalent, zo jong en dat al kunnen. Wat gaat dat geven? De superlatieven vlogen rond mijn oren. Ze klonken goed en ze deden me blinken. Gerespecteerd worden, zo populair mogelijk worden. Het is een droom. Ik wilde iets betekenen in het leven van mensen. Ik wilde dat ze me later zo aanspreken en zeggen, de manier waarop dat je toen Luik Bastenaken Luik won, dat ga ik nooit vergeten. Bedankt daarvoor. Dat wilde ik berekenen in mijn leven. Frank is iemand, daar kun je niet kwaad op zijn. Die mocht allerlei dingen uithalen. Hij had zo een flair over zich. Je hebt zo zulke mensen, heel behaafde mensen met heel veel talent die dat kunnen. En op Frank kon je nooit boos worden en ik kreeg alles gedaan van iedereen. En ik heb soms gezegd van, godverdikke Frank. En je draait je om en je bent dat vergeten. Ik heb er ook kwaad op geweest natuurlijk, maar ik kon er niet kwaad op zijn. Dan komt hij terug en dan zegt hij, ja, maar ja, dan begon hij dat uit te leggen en dan verhaf je hem dat. Hij kon dat, hij kon iedereen inpakken. Hij had me gebeld en hij zegt, Dirk, ik ga trainen op de piste van voormiddag en dan ga ik iets eten, zegt hij, in de Carrefour. En mag ik dan langskomen om te masseren en dan ga ik in de namiddag terug gaan trainen. Ik zeg maar, Frank, wacht, ik zou vragen aan mijn vrouw, wat eten we? Het was die middag juist konijn. Ik zeg, het is konijn, geen probleem, zegt hij. En hij komt en ik zie ons hier nog altijd rond de tafel zitten en mijn vrouw zet die schotel met de konijn op tafel. En hij zegt, ja, Frank, bedien u maar. En hij pakt gewoon de twee billen. Het mooiste van het konijn pakt hij voor zich en de rest, ja, nu is het aan jullie. Dat was Frank, die was zo gewoon. Die had ook die flair dat je dat aanvaarde van hem. Ik kreeg ook veel beweging. Veel meer beweging dan een ander. Het grootste voorbeeld dat hij na 3 dagen training ook 3 dagen niks deed. Alleen opstaan om te ontbijten en te eten. Dat was het. Zijn andere renner zou de ploegstaf, de medici, wel eens gezegd van, oké, dit hoort niet. Als iemand in je hart zit, in mijn positie mocht je dat niet laten merken, want je hebt zoveel coureurs. En uiteindelijk mocht je niemand voortrekken. Maar natuurlijk, voor een houthaantje doe je iets meer. Hè. Ja, ik was aan de ene kant strenger voor hem, maar aan de andere kant liet ik hem ook wel meer toe. Ik heb dat soms een goede vergelijking. Als je een jonge Duitse scheper hebt, hij doet hem die leiband te strak aan. Hij gaat gewoon dan wil die hond altijd met zijn poten die leiband afdoen. En Frank was zo'n jong hondje, hè. Die wilde geen leiband aan. Hij wilde wel gestuurd worden, maar mocht geen keurslijf worden. Of een dwangbuis. Voorjaar 1998. De Belgische klassiekers, eindelijk. Ik had er jaren op gewacht en nu was het eindelijk vandaag. Een coureur dat niet droomt van wedstrijden gelijk de Ronde van Vlaanderen, is geen coureur. Toen zag ik stapels videocassettes liggen van de edities van al de grote klassiekers. Als kind kon ik ze blindelings uitkijken. Ik leerde door te kijken. De Ronde van Vlaanderen glipte van tussen mijn vingers achter het totale off-day en een inzinking op de Taienberg. Ik besefte dat de Ronde van Vlaanderen nog te hoog gegrepen was.
Want het meesterwerk dat Johan die dag uithaalde, dat was niet te evenaren. Op zulke splijtende demarrage op de Ten Bossenstraat zou ik nog eventjes moeten wachten. Het hele team was super content, maar de dag erachter moest ik samen met mijn buddy Nico Matan vertrekken naar de Ronde van het Baskenland. Allee, zo wou Patrick het toch. Bij Mapei was zijn wel de wet. Althans, dat dachten ze. Si je vais aller dire au revoir et je rentre dans ce bus Mapei. Et ils sont là tous les deux, Nico et Franck. Ben, je dis les gars, bonne chance en Espagne. On part pas. Pourquoi tu pars pas? On va. On va foutre là-bas. Tu vas voir quand on va le game. Je dis, t'as déjà dit à Patrick, c'est demain ou après-demain. Laisse-moi faire. Er was wel een discussie, tamelijk nog met Patrick. Nico, ga even naar buiten, zegt hij nu. Ik zei, Frank, ga naar buiten. Dan heeft hij wel een kwartier gediscussieerd met Patrick Lefevre. Frank zei, nee, het is onmogelijk, zegt hij. Wij rijden woensdag Gent-Wevelgem. Als er iets of wat in de buurt van zijn streek kwam, dan wilde hij daar rijden en ja, je was eigenlijk niet te houden. En dan zei hij ook, ja, met een maat, zei hij altijd, met een maat, Nico. We gaan wegrijden, maar dat ze het niet pijst. En dan zei hij vooraan daar op de berske. En ik zei, ja, leuter, zei, maar we gaan niet de rest afrijden op dat hellingske van niet. En ja, dan heeft Patrick moeten luisteren naar Frank. En dan hebben wij Gent-Wevelgem maar in. En dan, ja, dan maken wij de koers. De marage van Frank van den Broek. Hij had zich wat laten uitzakken, ging voortdurend naar Rom. En Frank is weg. Die dag had ik al 100 kilometer voor Frank gereden. Ik had bidons gaan ophalen. Het was geen te goed weer. Ik had regenvestje gaan ophalen. Dus ik had al veel gewerkt voor Frank. Maar we rijden weg naar de kamer met een man of 30, 40. Interessante kopgroep na die tweede kemmelslag, zullen we het zomaar zeggen. Met Van den Broeke, we zien ook Matan, we zien ook Museu. Tavi, ja jongens, moeten er nog meer zijn? Hij kon een koers lezen voor het gebeurd was. Ik zei bijvoorbeeld tactisch dat en dat. En dan zei hij toch, ja, maar ik zeg, daar gaat het gebeuren. Frank was gekomen, hij zegt, ça va? Ik zei, ja, ik voel me goed. Vas-y, zegt hij, ga maar. Op de Meesterberg, ga maar, zegt hij. Hij komt achter. En we krijgen een eerste aanval. Dat zou Nico Matan moeten zijn op zijn West-Vlaamse wegen. Ik rijd daar weg, echt, van een bak. En dan op de klem in Heluveld. Rijdt Michaelsen weg met Frank en komen ze beide bij ons. Die Frank prenait des relais de 500 meter. Ils étaient à bloc, à bloc. Parce que derrière, j'ai vu toute la Saïko pour Cipollini, ils roulent à bloc. Ils reprennent jamais une seconde. Snelheid 70 per uur, voorsprong 150, 160, 170 meter. Dit is Mene en nog 5 kilometer. En Van den Broeken heeft vallend wat in de wielen blijven zitten. En misschien is die nu nog wat zinnes. En daar gaat Van den Broeken. Ja. Frank van den Broeke en Michaelsen. En Matan moet proberen aan te pikken ook bij Michaelsen, als dat lukt. Frank attaque une fois à la sortie de Menin. Michaelsen il rejoint, mais Nico il est cuit. Il traîne. Et Frank il dit à Nico, il revient, il dit vas-y. Dan wou Frank eigenlijk wel dat ik won. Is merkwaardig, maar ik had kramp. Ik had kramp en ik kon niet meer. Ik was niet uitgeblust, maar als ik recht stond, had ik kramp. En dan vraagt zo'n kopman nog van demarreer nog maar. Ja, hij gaat het doen. Hij gaat het doen op karakter natuurlijk. En Nico, hij va. En Michaelsen, hij voit que Nico est pas trop costaud. Hij va encore. En là, Frank, il lui met pas le meilleur. Winnaar van Gent-Wevelgem na een schitterende demonstratie van het hele team. En Nico Matan, kijk eens, even goed de armen in de lucht. Het was fantastisch voor ons. Voor mij, ja, was dat een van de mooiste. Ja, toch een van de mooiste momenten met Frank in mijn carrière. Toen hij in mijn armen reed, kwam Nico nog eens bij hem. En die uitbundigheid, de blijheid van allebei was buitengewoon. Zo in de finale met mijn beste vriend. Met mijn vertrouwde man was de... Ik had eigenlijk hoesting gehad dat hij wint. Voor mij was gelijk. Maar ja,
Die was kapot, gewoon. Die heeft alles gegeven. Maar ja, het is prachtig. Ik denk voor mij en voor de ploeg. Ik kon niet meer zwijgen en ja knikken. In de loop van het seizoen en de jaar daarvoor waren er kleine meningsverschillen en grote ergernissen geweest. De trots dat ik voelde om voor een wereldteam te reen, gelijk Mapei, sloeg om in overmoed. Ik was gegroeid en ik liet dat blij. En er was die discussie, een akkefietje geweest in de vierdaagse van Duinkerken, waar ik de zege wilde, maar niet kreeg. En er was de tweede plaats in de Ronde van Oostenrijk, waar ik ondanks drie etappes de eindzege moest overlaten aan mijn ploegmaat Nardello. Het was mijn vierde jaar bij Mapei en mijn contract liep op zijn einde. Het was duidelijk dat ze een andere kijk hadden op de koers dan ik. Als er maar iemand kon winnen van de ploeg, dat was voor hen het belangrijkste. Maar ik, ja, ik wou zelf winnen. Ik was beu dat niet alles rond mij draaide. Er begon een idee in mijn hoofd te rijmen. Zou ik niet beter naar een andere ploeg gaan, waar ik de absolute kopman kon zijn? Hij had in de winter beslist dat het sowieso zijn laatste jaar Mapei zou worden. Hij had die beslissing genomen. Ik heb hem daar nog proberen van af te brengen, van dat idee, maar daar was geen oude naam. Hij zag het niet meer zitten om nog veel langer in dienst te rijden van de Bortolami of de Johan Museo. Dat waren goede vrienden, maar hij wou gewoon zelf winnen. Hij wou zelf winnen. Dat was al wat hem interesseerde. Hij passeerde hier en hij zat bij mij thuis in de zetel en zei: ik ga Mapei verlaten, ik wil naar een ander ploeg. Ik wil veel geld verdienen en ik wil een contract van 3 jaar. En jij gaat dat doen. Ik moest er eerst mee lachen, maar ja, een paar weken daarna zaten we aan tafel in Waskaal bij Cofidis. Dat was 26 maart 1998. Ik weet het maar al te goed, want het was mijn verjaardag. Cofidis was nog niet zo lang in de wielrennerij. En dan een zwaar contract voor 3 jaar. Dat was echt een hele gespannen sfeer. Je zag dat die mensen onder immense druk stonden. Zij wisselden een blik en ik leidde daar toch uit af dat het precies niet onmogelijk was. En 5 minuten later waren zij al akkoord. En daarna is het over het geld gegaan en dat heeft ook maar 5 minuten geduurd. Die spanning viel echt van die mensen af. En dan zorgde Frank weer voor de frisse noot. Hij zei: il n'y a pas un petit quelque chose. Voor waar is hij? En ja. En dan zijn de flessen boven gekomen. Daar hebben we weer Frank op zijn beste gezien. De volgende 10 minuten heeft hij de ganse uitrusting, tubes, onderdelen van het materiaal en de kledij volledig veranderd. Ik was koning te rijk. Met een jaarsalaris van meer dan 30 miljoen en een wedstrijdkalender dat ik helemaal zelf mocht bepalen, kreeg ik alles wat ik wilde. Het gevoel dat iemand je absoluut wilde hebben, zo dat gevoel van machtige mensen die net niet op hun knieën vallen en met de handen gekruist smekend of dat je alsjeblieft in hun ploeg wil meerijden, dat gevoel, dat is absolute macht. Maar dat gevoel, dat is gevaarlijk. En dan moest ik aan Patrick Lefevre en aan zijn Italiaanse baas Quincy, de grote man achter Mapei, gaan vertellen dat ik ze ging verlaten. Had ik maar. 18 mei was de verjaardag van Quincy en ik ben van Sardinië naar Milaan gevlogen. En Frank had een criterium gedaan in Amsterdam. En hij kwam ook toe in Milaan bij Mapei. En op een bepaald moment discussiëren over geld natuurlijk. Hè, en over het contract en over hoe hij het zag. Om natuurlijk alleen kopman te zijn in bepaalde koersen. En op een bepaald moment zei Quincy: ja, kom maar stoppen met discussiëren. Hij is voor mij, hij is zijn familie, hij is een van mijn kinderen. En geef mij nu een hand, het is mijn verjaardag. En ik doe mijn eigen verjaardagscadeau vandaag. Cijfers, dat vulde hij met Patrick, maar hij blijft bij ons. En hij gaf zijn hand. En een maand later heeft hij zijn woord gebroken. Ik kan eigenlijk al wel begrijpen omdat Cofidis zoveel meer betaalde. Maar anderzijds zet ik dat gevrongen met mijn rechtvaardigheidsgevoel een hand is een hand. Ik heb ook altijd mijn hand moeten opeten dat ik zeg: ik kan beter niet mijn woord geven, maar dan houd het. Maar ja, het was geen oude naam, dat was weg. En van het moment dat met Cofidis die deal gemaakt was, dan zag je ook dat hij naar ons niet meer luisterde. Dan zag je hem zo langzaam afglijden. Dat hij zijn eigen zin deed, dat hij zich niet meer verzorgde.
die vrijheidsdrang, die was bij manier van spreken overgeslagen in een losbandigheid, in een soort van mentale decadentie. Hij moest natuurlijk nog altijd komen koersen, maar er waren zoveel andere dingen waar dat hij mee bezig was. Uitgaan, feesten en al die dingen. Hij had toch iets destructiefs toen al. Ja, het was zo. En dat was ook de grote vrees. Hij droomde natuurlijk van alle grote klassiekers te winnen. Hij was heel huizen. Hij wilde de Ronde van Vlaanderen winnen, maar hij wou ook Luik Wasnakelijk winnen. Hij wou wereldkampioen en hij wou ook de Ronde van Frankrijk, klassement rijden. En daar was mijn vrees in, maar hem altijd proberen tegen te houden. 3 weken een stukje concentreren op hoog niveau. Maar we waren altijd bang dat dat niet ging lukken. Ik heb al met veel grote renners gewerkt. Maar Frank was toch een persoonlijkheid die ik nog niet gezien had. En vooral moeilijk kunnen omgaan met nederlaag. En dat in het moment zelf leven, dat was iets dat voor een sportman toch vreemd was. Een sportman maakt een planning en die volgt die planning. Maar Frank leefde echt in het moment. En dat bewuste jaar 98 zagen we dat moment altijd maar korter en korter werd. En dat het werken voor altijd maar moeilijker en moeilijker werd. Quand il était chez ma paix, il était heureux comme tout. Et là, il aurait jamais dû quitter. Là, il croyait qu'il allait quand même tout gagner puisqu'il devenait leader seul. Mais là, il aurait jamais dû partir. Il aurait gagné beaucoup plus en restant chez Patrick. Moi, comme j'ai signé 3 ans, ça sera une grande page de ma carrière, certainement. Cette équipe m'accueille à bras ouverts. Et c'est ça qui me réjouit le plus, c'est ça qui me donnera l'envie de me battre pour cette équipe aussi. De grote prijs van Zurich was mijn laatste wedstrijd voor Mapei. In die tijd was de Italiaan Michele Bartoli de te kloppen man. De beste coureur in de klassiekers. Bij de wedstrijd had ik hem en zijn Essex-ploeg de hele tijd in toog gehouden. Ik zag hoe dat elke ploegmaat hem kapot reed voor zijn kopman. 1 kopman die het kon afmaken, omringd door trouwe knechten. Dat zag ik wel zitten. Het werd een millimeterspurt tussen hem en ik. Ik heb het gevoel dat ik gewonnen heb. Ik denk zeker dat er niet is gehuild, maar... Nu laat mij met mijn twijfel. Oh là là, c'est très dur. Il faudra la photo finish. Hein. Bartoli est donné vainqueur. M won de wereldbekerwedstrijd en ik was net tweede. 2 millimeter scheelde het, maar ik zou die Bartoli wel nog tegenkomen. Voor mij was duidelijk dat ik met Cofidis de juiste keuze had gemaakt. Ik eiste Peter Farazijn, Nico Matan en mijn jeugdvriend Steve de Wolf op. Zidder moesten mijn exclusieve helpers zijn en de man die me tot de grote successen ging helpen bij Cofidis. Hij kon ook een ploeg echt wel smeden en een ploeg achter hem krijgen. Wij gingen niet alleen voor elkaar door het vuur. Als het moest, gingen we in het vuur gaan inzitten voor elkaar. Dus dat was een band dat je ja, dat ik nog zelden gevoeld heb met iemand. We hadden een heel topteam. We waren echt een goede ambiance. En wij hadden een echte band. Met de families gingen wij naar Dardenne. Frank maakte dat we een hele goede groep hadden. Iedereen kwam overeen. Wij kwamen toe en dat was een glaasje champagne. En nu gaan we aan tafel en we gaan dat en dat eten. En ik heb daar die wijn bij gevraagd en dan gaan we over naar die wijn. En dan als digestief een half champagneglas. Grappa. En dat was van, kijk, als je dit niet uitdrinkt binnen de 5 seconden, dan ga je een heel slecht seizoen maken. Dus 5, 4, 3 en hij begon te tellen. En dan, ja, als Frank zoiets doet, dan pakt hij dat glas en dan drinkt dat in 1 keer leeg. En dan zijn de eerste slachtoffers gevallen. Wij stonden 's morgens op en iedereen met een serieuze kater. En Frank was weg. Frank was een wedstrijd gaan rijden. Dus hij was de enige die niet ziek was of die geen kater had. En wij zaten dan maar gewoon lang lopen om een beetje nuchter te worden opnieuw. Het was de winter van 98-99 en het Cofidis-seizoen zat eraan te komen. Het zalige aan de wielersport is dat we de koude wintermaanden overbrugden met stages in de zon. Het was een manier om onze conditie gezamenlijk op punt te stellen en om de groepsband te versterken. Een nieuwe ploeg, nieuwe gewoontes. Ik kwam terecht in een ploeg met een totaal andere cultuur dan dat ik gekend had. Iets losbandiger misschien. Het leek een verademing, maar had ik maar... Voor mij waren de Franse équipes dangereuses.
C'était festif, avec tout ce qui s'en suivait. Je vous fais pas un dessin. Surtout Jean-Jacques connaissait les équipes françaises. Et à l'époque, c'était des gros fêtards et tout ça. Jean-Jacques a tout de suite dit, c'est le plus mauvais choix qu'il fait. Radio Peloton, c'est un hôtel, je ziet dat ze zich iets meer permitteren dan de anderen. Wat meer wijn drinken, wat later in bed kruipen, feestjes. Ja, dat was zo, was het, Jan. Veel wijn dronken die. Dat moet ik wel zeggen, dat ik zelf niet verstond hoe dat mogelijk. Dat was echt, dat kon niet op. Dat moet ik zeggen, die sportdirecteur, die mensen daar niks te vertellen. Frank was bos. Als Frank zei, nou wat wijn aan tafel, dat was wijn. En dan mochten ze op hun kop staan. Frank was bos. Niemand zei nee tegen Frank. En wij zeiden nog nee. Wij waren gewoon van, nee, van, dat gaat niet door. Dat gaat niet door, gaat dat niet doen. Maar daar was hij was baas. Hè. Hij was ploegleider, hij was manager, hij was coureur, hij was alles. Managers en ploegleiders durven op die moment tegen hem geen nee zeggen. Hij nam dat ook niet aan van iedereen. Er was niemand meer die boven hem stond. Zeker de sportbestuurders niet. Alle renners, dat waren eigenlijk mannen die van Frank leefden. En die dan ook Frank in alles volgden. Prestaties verdoezelen veel, zo niet alles. De overstap naar Cofidis leek een gigantisch succesverhaal te worden. Ik keek rond me en ik zag niks dan goede dingen. De GP La Marseillaise win met anderhalve long op overschot, een schitterend contact met mijn ploegmaats in een goede nonchalante sfeer, niet te veel gezever aan mijn kop van bovenaf en de geboorte van mijn dochter Cameron. Ik zat midden in de ronde van Mallorca, 3 ritten ver, toen dat er een telefoontje binnenkwam. Kom onmiddellijk naar huis, Frank, de ween zijn begon. Franck téléphonait comme tous les matins à Clotilde et on lui a dit qu'elle était à la maternité. Alors il a dit j'arrive tout de suite. Il est arrivé l'après-midi, mais elle était déjà née. Hij was super fier op zijn dochter. Hij had ze ook genoemd naar de actrice Cameron Diaz. Dat voordat ze er was gezegd, mijn eerste dochter zal Cameron eten. Ik zei, waar gaat het dan? Vanuit de film, hij zei het. En ze noemden ook Cameron. Je le vois encore dans le fauteuil avec Cameron sur lui. Il faisait des siestes avec sa fille. Il était heureux et fier comme un coq en pâte. Il était toujours aux petits soins, c'était toujours des gentils mots, hein, cette petite. C'est sûr qu'il était heureux, mais il était en plein, c'était vraiment la pleine période de la course et il pouvait pas être là à 100%. Quoi. Ik zat tussen twee werelden, het naïeve roze geluk in de kinderkamer tegen de bittere realiteit in het peloton. Ik was benauwd dat de geboorte van mijn dochter mijn voorbereidingen in de war zou sturen. Schizofreen tussen kind en koers. Maar dan een ploegstage. Achter onze dagelijkse training kwamen we samen op de hotelkamer om te doen wat we bij Cofidis al meer hadden gedaan. Bier drinken en andere dingen. Ik was erbij samen met Philippe Gaumont. Ik had hem een jaar eerder leren kennen in het peloton en het klikte direct. Hij was een hele goede coureur dat bekend stond voor zijn aanvalsdrift. Alleen sukkelde hij met het probleem dat hij achter de koers nog altijd even energiek was. Ik zag hem die avond in Calpe een slaappil in zijn mond stoppen. Ik vroeg hem, waarom een slaappil? Stilnocht, zei hij. Hier, pakt ook een. Ik zag niet direct in waarom je een slaappil zou pakken op een feestje. Nee, bedankt, zei ik. Misschien voor als ik ga gaan slapen. Ik moest lachen. Die pijl neem je niet voor te slapen, nee. Ze zijn voor te hallucineren. Je nam nog een slok. Hier, slikt er ook een paar. Doet er een slokje alcohol bij en binnen 15 minuten zijn je vertrokken voor een trip. Niets gevaarlijk. Je moet het proberen, man. Ik twijfelde. Oh, kom op, mietje, zei hij. Toen, daar op dat moment, in die seconde, daar is het gebeurd. Die vluchtige beslissing, het leek het wat van niks, man. Waarom? Waarom? Dus heb ik me die vraag gesteld. Uiteindelijk is er maar één iemand verantwoordelijk voor het doorslitten van die pijl. Ja,
dat ben ik, hè. Eentje, dat kan toch geen kwaad? Frank sortait avec Gaumont, qui sortait dans les dancings et tout ça dans les boîtes. C'était pas du tout Frank, lui qui, quand il était jeune, jamais une sortie, même l'hiver. Vroeger was hij echt niet bezig met uitgaan of met feestjes. Dat paste gewoon ook niet in zijn leven en in onze fietscarrière eigenlijk. Après, quand il a connu Gaumont, alors là. Maar natuurlijk, ja, mensen zijn beïnvloedbaar. En in Gaumont, hij was zo'n charmante kerel. Imposante verschijning, ze zetten zelf een tattoo op hun schouder. Ja, het waren bloedbroeders. Hè. Zij twee konden heel de wereld verslaan. Hè. Maar ja, ze leefden in een bepaalde euforie die niet toedraagt aan wielrenners. Ja, ze waren verdetten in de koers, maar ook buiten de koers. Het kon niet op, hè. Het kon echt niet op. En je voelde aan je elleboog, dat gaat niet fout aflopen. Die stilnokt en drusfeestjes vonden zeker niet aan een avond plaats. Nog niet. Maar ik genoot enorm van die roes. Het was ook zo gemakkelijk. Je nam gewoon een pil en paf. Een paar minuten later zit je in een andere wereld. Een wereld waar ik alleen was. Waar dan niemand me kon raden. Ik moest me voor niemand verantwoorden. Escapisme. Vlucht uit de werkelijkheid. Waarom? Dat weet ik niet. Gewoon een simpel slaapmiddel. Gelijk dat iedereen op zijn nachtkastje alleen. Je hoort dan een aantal verhalen, want het wielerpeloton is uiteindelijk één groot café, hè? Met één grote toog. Dus alles wat er ergens gebeurt, dat weet je toch. Bijvoorbeeld bij Cofidis dat daar op dat moment veel slaapmiddelen gebruikt werden. Dat dan gecombineerd werd met alcohol, dat er daar een roes uitgehaald werd. Kwam Johan Museeuw naar mij en zegt, ja, Patrick, dat gaat echt niet goed aflopen. Ze hebben mij nu uitgenodigd op hun kamer gisteravond. Zaten ze wijn en whisky te drinken. En ze zei, moet een stilnok. Maar Johan, die toch al ouder was, een stilnok, wat is dat? En hij zegt, ja, ze hadden sigaretten te smoren. En dan vechten ze tegen dat gevoel van in slaap te vallen. Met drank erop en roken. En dan werden ze een soort, een beetje net een zombie zo rondloopt. C'était pour faire un trip, qui disait. Tu bois un peu d'alcool avec 5 stilnoks. Je l'ai jamais fait, mais il paraît que tu planes et puis boum, tu tombes dans ton lit. Stilnok is een slaapmiddel dat heel kort werkt, maar zo kort werkt dat het eigenlijk een roes teweeg brengt. Zoals de andere drugs een roes teweeg brengen en zeker als ze combineert met alcohol. En zo'n roes dat eigenlijk u laat vergeten wat er buiten u omgebeurt en dat je een dag daarna niet meer weet wat er gebeurd is. Dat was een hele lovend spiegel. Hè. En als er Gaumont bij was, dat was dat niet te doen, hè, die twee goot. Dat was dat in één durfde je dat, dit een andere wat meer. Begrijp je? En dit een andere weer wat meer, een ander nog wat meer. En om een duur kun je het voorstellen. De competitiebeest in Frank heeft hem daar een klein beetje genekt, laat ons zeggen. Want dat ging dan een strijd van, kijk eens, ik neem 2 pilletjes, ja, dan neem ik er 3. Ah, maar ja, ik ga er nog 2 bij nemen. En zo is dat uit de hand beginnen lopen. Alleen, Gaumont was een renner van ja, rond het 90 kilo. En Frank woog 63 kilo. Dus dat effect was veel groter. Maar Frank wou daar niet aan toegeven. En zo is dat een beetje uit de hand beginnen lopen. Dus, ja, dat was... Is dat verslaving? Dat voor hen was dat een spel, hè? Dat was... Zoals iemand hash rookt of ja, schijnbaar achteraf bekeken hebben ze ook aan de kook gezeten en zo. Dat was een roes waar ze leefden en ze waren niet te stoppen. Hè. Ze dachten dan dat er niets kon gebeuren. Hè. Ik heb er hem 1 keer over aangesproken. En hij zei zelf tegen mij van, ik weet wat ik doe. Eigenlijk was zo, je kon het très bien mon corps. En het was zo, ja, op een beleefde manier zeggen, daar moet je niet mee bemoeien. Gaumont en ik waren die dag een kamer genomen. De nacht voor de Ronde van Vlaanderen was ik om 4 uur opgestaan omdat ik naar het toilet moest en ik merkte dat Gaumont nog altijd niet in zijn bed lag. Een uur later kwam hij de kamer binnen gestrompeld, brabbelend over hotel, rekening en hij viel een blok in slaap. Ik was razend. Niet dat ik zelf een heilige was op dat vlak, maar toch niet voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Een paar uur later aan de ontbijttafel schoof ik juist mijn been onder tafel en er werd op mijn schouder getikt. Een
man duwde een briefje onder mijn neus en vroeg of ik de rekening van mijn vriend wou betalen. Hij zei dat mijn vriend een klein feestje gehouden had vannacht, maar dat hij zijn geld was vergeten. Ik zei ja, dat ik het ging betalen en ik vroeg hoeveel dat was. Hij zei dat 20.000 frank was. Blijkbaar had onze profcoureur hem heel de nacht geamuseerd in de bar met vrouwen en champagne. Ik heb dat wel te weten gekomen dat Gaumont... Ja, ook wel onder invloed, denk ik, anders doe je dan iets. Onder invloed van Slapel is hij ook vertrokken en heeft hij de bloemetjes buiten gezet. En is hij teruggekeerd om 5 uur, ja, dat klopt wel. Dat trekt er niet op natuurlijk, maar Gaumont was wel goed, hè. 29 man dus vooraan met een voorsprong van iets meer dan 1 minuut op dit moment. De aankomst is nog ver weg, bijna 132 kilometer. De namen. U ziet hier voorop Gaumont, de ploegmaat van Frank van den Broeke, rijden. En ik zeg het u er maar onmiddellijk bij. Bij die groep zit ook Frank van den Broeke als enige echt grote naam. Ik doe in de ronde van 99 de motor. En dan hoor ik de samenstelling van een kopgroep en die wordt doorgegeven met cijfers. Rugnummers. Ik verifieer die rugnummers op mijn deelnemerslijst en ik zie en Van den Broeke en Gaumont. Eerste ontsnapping. Goed zot. Dat was ongelooflijk. Hij stuurt zijn mannen vooruit in een ontsnapping. En we zaten erbij, we keken ernaar. En we konden er niks aan doen. Wij waren de favoriet met Mappé. En ineens ga hij daar al aanvallen op 100 kilometer. Ze zien ze uit de pannen van het dak, jongen. Dat waren kerelsen. Wij rijden op dat ogenblik een eind voor de wedstrijd. En ik zeg tegen mijn motorrijder, hou je even in, we gaan die mannen laten passeren. En daar komen ze. Frank van den Broeke op kop. We sluiten achteraan aan. Op dat ogenblik laat Van den Broeke zich uitzakken. Komt op mijn hoogte en informeert, hoeveel hebben we? Zeg, 1:45. Merde. Weer naar voren. Gas. Kijk, hier komt Frank van den Broeke zelf mee naar. Jongens. Het is toch echt een coureur zoals we er lang geen hebben gehad. Een paar kilometer verder, 2 minuten. Onvoorstelbaar. Nieuwe valpartij daar. Ik denk van Gaumont nu. Ja, maar zeg. Ramp op de Paddenstraat. Gaumont valt. Oh, wat een schuiver, zeg. Hij heeft zich bijgedaan, heeft zich bezeerd, gaat zitten in het gras. Dat ik zie Gaumont hier, dat is een pijnlijke zaak ook voor Van den Broeke. Maar die ging druk naar wedstrijd rijden, ja, die daar dan niet valt. Hè. Ik denk in alle gevallen dat we hem er heel veel miserie mee had. Ik denk, zoals Gaumont die dag reed en ook de weken ervoor, die kon blijven rijden. Ja, en die had de hele nacht uit geweest. Ja, dat je misschien ook allemaal een beetje meegespeeld. Een beetje in de reflexen van minder worden en zo, ja. En blijkt achteraf. Breekt zijn elleboog. Dus out of the race. Van den Broeke staat er alleen voor. En dat hele zootje van vruchters wordt ingerekend. Einde verhaal? Niet einde verhaal. Van den Broeke doet in de bergzone dapper mee. Michele Baartoli, alles aan het geven. En hier komt natuurlijk Frank van den Broeke naar dat wiel van Michele Baartoli bovenop de Paterberg nu. Komt een tweede halve ramp, opdraaien van de muur. Museeuw en Van Petegem draaien als eerste op. Val. Oh, valpartij. Ai, ai, heel de valpartij. Iedereen van de kop. Behalve Van Petegem en Museeuw. Van den Broeke ligt tegen de grond. Einde verhaal. Denk je dan. Want Museeuw en Van Petegem zijn weg. Blijkt ook, bovenop de muur hebben aanzienlijk wat voorsprong bij elkaar gefietst. En toch laat ik me uitzakken. Toch is er die reflex van... Er kan nog iets gebeuren. We zijn nu op weg naar de Bosberg. Maar die achtervolgers, ze zijn nog niet zo ver. Reactie van Frank van den Broeke. Ah, Frank gaat ook naar de Bosberg. Oh, die gaat snel. Nou, we zijn op de Bosberg, Mark. Dat is maar 400-500 meter. Kassei omhoog. Van Petegem, sterke indruk. Museeuw bijt zich vast in dat achterwiel. En Van den Broeke. Maar kan dat nog? Van den Broeke op nauwelijks 20 meter. Het is nu pijgen of barsten. Nu moet het gebeuren, Frank. En Van den Broeke rijdt daar naartoe. Dan zijn ze met z'n drieën en komt 2 keer eigenlijk van een fatale situatie, komt hij terug in de wedstrijd. En dan? Op papier is Van Petegem de snelste. En rechts hebben we dus Museeuw, Van Petegem en Van den Broeke. Van Petegem trekt de wedstrijd op gang. Van den Broeke of Van Petegem normaal. En Van Petegem die gaat Van den Broeke voorbij. Maar daar komt Museeuw ook nog. Kraakt hij erop? Nee. Johan Museeuw, ik denk het niet. Van Petegem. Van Petegem, jawel. Van Petegem, Van den Broeke wordt nog tweede.
derde Johan Museeuw. Oh là, il était très très déçu, très 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 déçu. Die Ronde van Vlaanderen, als Gaumont daar niet valt, ja, denk ik dat we een dekprobleem hadden. Dan denk ik dat hij die Ronde van Vlaanderen gewonnen had. C'était une course qui tenait à cœur, quoi. Et sans cette chute, avec des si tout le temps, là, il était vraiment fort aussi. Ja, ik dacht, ik was heel goed en een super dag. Dacht je nog een kans te hebben in de sprint? Ja, zeker en vast. Maar ja, Peter Hem is ook rap. Twee mag, één moet. Dat was de doelstelling van het seizoen. Ik had al een schoon palmarès opgebouwd van wedstrijden eerste categorie, maar de echte klapper, de echte klassieker, dat was er nog niet van gekomen. Ik begon aan me te knagen. Niks is zo klef als etiket van eeuwige belofte. Fysiek was ik top en mentaal leek alles in orde. Ik was eindelijk volwassen geworden, zeiden ze me. Dat was de conclusie van de buitenwereld. Ze zullen een keer moeten weten. Maar dan kwam Luik Bastenaken-Luik. Ik zou het opnemen tegen mijn voornaamste concurrent, mijn eeuwige rivaal, de Italiaan Michele Bartoli, die toen in 1999 Bumapei reed. Hij had trouwens zijn zin gezet op een hat-trick, want Bartoli had de editie van 1997 en 1998 gewonnen en aasde op die derde overwinning. Maar daarvoor moest hij eerst voorbij mij zien te geraten, natuurlijk. Ik herinner me goed dat de dag voor Luik Bastenaken-Luik ik met hem de laatste kilometers van de finale ging verkennen. En dat hij zei van, kijk, op de Côte Saint-Nicolas. Hij zei van, hier rijdt morgen Bartoli uit het wiel. En dat ik al lachen, kijk, ja, wat lach je hem aan, kijk, niet lachen met mij. Zeg, Frank, ik lach niet, maar zeg, het is de manier hoe dat je het zegt. En zegt hij, wat wil zien. Ik heb bij hem nog in de zetel gezeten, in Hotel Bedford, de avond ervoor. En hij vroeg aan mij, waar gaan we staan? Ik zeg, ja, ik rijd rond, ik sta daar en daar. Kijk maar goed, zei hij, want op de retoet ga ik iedereen uit mijn wiel rijden. En ik ga alleen toekomen in Aals. Ik zei, allee? Ja, zei hij. Die wist dat je ging winnen, hè. Oh. Die wist op voorhand, als je niet in mij kan kloppen. Als u zei hij dat, hè. Je gaat er mij kloppen vandaag. Als u? Plak af. Wie wordt tweede zondag? Ik hoop Bartoli. Voor de internationale wielerpers was Bartoli meer favoriet dan Frank van den Broeke. Hè? Want ik denk dat in de buitenlandse pers men van den Broeke eigenlijk eerder een grootsprakerige vent vond door wat hij daar gezegd had op die persconferentie. En daardoor nog meer zei van Bartoli gaan winnen. Hè? Ik zou ook nooit aangekondigd hebben om ik ga winnen en ik ga daar wegrijden. Dat maakte ook Frank als renner, als persoon zo aparter dan de rest, dat hij het durfde. En dat hij dat ook met zekerheid wist, ik ga dat ook doen. Het overcompensatoire gedrag van overtuiging was ook een stuk zijn zwakte. Want ik denk dat dat ook een compensatiegedrag was, die arrogantie. Dat hij eigenlijk had dat nodig om zijn eigen te profileren. Want dat was overdreven soms. Het was mooi voor het volk, voor de wielersport. En ik heb er niks op tegen dat trainers op voorhand zeggen bij gaan winnen. Absoluut niet. Maar ja, je zag toch al een beweging van... Ja, dit is niet de Frank die ik heb gekend. Maar là, il était vraiment sûr de lui. Sûr de lui, donc. Très bon. Ça faisait plaisir aux journalistes. Met mijn gebronzeerde benen en mijn vederlichte fiets waren we vertrokken voor 264 kilometer in de wereldbekerklassieker. De eerste wedstrijdhelft was voor de opportunisten en de vroege vluchters, gelijk Chalabert en Garzelli. Ik vertrouwde Mapei om het vuile werk voor Bartoli op te knappen. En dat deden ze ook. We hergroepeerden tot een groep van ongeveer 50 man, reden door het dorp Remonchamps, sloegen links en dan weer rechtsaf om de 2,2 kilometer lange klim van de Côte de la Redoute te beginnen. Het percentage was 9,7 met een piek van 19%. Het was uit mijn lijf geschreven. Bartoli was redelijk in zijn wiek geschoten door mijn gedrag van de voorbije week. Hem was de koning van La Doyenne en ik was de boer het ploegster die zijn bek moest doen.
Natuurlijk had er iemand de krantenkoppen vertaald voor hem en natuurlijk had hij alle artikels gelezen. Hoe dat ik Bartoli klop, door hem los te rijden, hè? Zeker. Ik kon er niet mee lachen. De Italianen hebben een ander gevoel voor humor, pees ik. Hij zette aan op La Redoute voor mijn lesje nederigheid te leren. Tak de Bartoli. Bartoli démarre. Oula, Bartoli gaat en boven reageert. Oh, il est fort là pour attaquer comme ça Bartoli déjà. Bij het begin van de Redoute, de aanval van Bartoli, dacht ik, oei, Van den Broeke, hier gaat de cash betalen, vriend. Uw grootspraak en zo, ik denk dat er veel renners nu in het peloton zitten die zeggen, allee Franske, doet het nu maar. Hè. Allee, ga jij, hè. Ja, wij kunnen dat niet. Jij bent een supermens, jij gaat straks aanvallen. Allee, dan mogen die een Bartoli niet laten rijden. Hè. Ja, dat is keihard op zo'n moment. Hè. Ook mentale oorlog tegen elkaar. Bogert die va rentrer. Rebellin et Van den Broek. Bartoli qui en remet une, qui se retourne, qui regarde. Van den Broek est très à l'aise. Van den Broek attaque. Démarrage. Superbe. Les deux hommes côte à côte. Quel beau spectacle la Redoute. Regardez les deux hommes qui font, qui creusent un écart. Personne capable de les suivre. Grand spectacle pour le moment dans la Redoute. Van den Broek qui remet encore une. Oh, il doit bien sentir là, il est poussé par le public. Et Van den Broek qui va passer. Et Bartoli qui coince. Van den Broek en démonstration. Ik was vooral onder de indruk van de battle tussen hem en Bartoli. Dat katachtig spel. Twee leeuwen. Twee mannetjesputters. Die een soort van kunstmatig opgefokte strijd om de macht uitvoeren. Niet om elkaar te liquideren, maar wel om elkaar mentaal al finaal te nekken. Hè. In de wetenschap van, je voelt het nu toch al. Zal straks toch geen avans zijn dat je het probeert. Ja, dat is ook zoiets. Hè. Bartoli is er nooit van hersteld. Hè. Is nooit meer goed gekomen met Bartoli. Dat manoeuvre op La Redoute, waar Bartoli, de neidige Italiaan natuurlijk, denkt van, zal ik hier een keer verdapperen en dan komt hij Van Broek naast hem. En dan wil hij nog een keer, die beelden zijn al 7000 keer getoond. En dan heeft hij daar een klap uitgedeeld aan Bartoli. Mentaal, die jongen is er nooit meer boven gekomen. Van den Broek is parti. Voilà. Quel attaque. 8 seconden, l'avantage voor Van den Broek. À 36 km 500 d'arrivée, que doit-il faire? Maar dan is natuurlijk nog een eind rijden, hè? En hij is alleen. Wat moet hij doen? Het is een schitterend nummer, maar is het geen zelfmoord wat hij nu gepleegd heeft? Want gaat hij dat kunnen houden? Is hij zo sterk? De eerzucht van hem? Want dat had hij ook, hè? Van den Broek zijn retournen. Gaat hij zich laten inlopen? Uiteindelijk doet hij dat wel. Wat aantoont dat hij zeer lucide was. Dus ook daar houdt hij weer woord en volgt hij zijn strijdplan dat hij vooraf bekendgemaakt had. Quel travail encore de ce Peter Farazijn. Peter Farazijn, die daar in de inleidende fase naar Saint-Nicolas als een locomotief tekeer gaat. Hè? Die alle registers opentrekt om maar te beletten dat er ook maar iemand zou aan denken van ik ga hier een premature aanval nog voor Saint-Nicolas opzetten. Het zweet drupt van zijn gezicht. Voilà, het is gedaan. En daar begint de helling rechtsop. En Farazijn wist dat. Voilà, c'est parti. Et c'est dur. Hein. C'est très, très, très dur. C'est très raide. Van den Broek qui a Bartoli dans la roue. Et une attaque de Bedini. Kamenzin, Van den Broek, Bogert. Bogert attaque de Bogert. Ah, il prend l'initiative, Bogert. Bogert, Van den Broek. Bogert, Bogert qui en met une. Alors attention, il faudrait voir ce qui se passe dans la roue de Bogert. Et Van den Broek, c'est Van den Broek qui vient dans la roue de Bogert. Les deux, ils ont fait le trou, où est Bartoli? Bogert et Van den Broek dans la côte de Saint-Nicolas. Magnifique démonstration des deux hommes. Van den Broek va attaquer. Et attaque de Van den Broek. Il avait promis, il l'avait dit, il le fait. Attaque de Van den Broek dans la côte de Saint-Nicolas. Il a dit, je vais prendre ma revanche et c'est là que je vais démarrer. C'est impressionnant. Attaque de Frank Van den Broek comme un boulet de canon. Bogert est scotché sur place. Il s'envole vers son destin maintenant peut-être. Il faut gérer, mais quelle puissance. Quelle force. La façon qui démarre dans Saint-Nicolas, bah c'était époustouflant, quoi. Il y a Ploegsteert, je sais qu'à l'hôtellerie de la place, on ne doit plus se tenir. On doit faire des bons. Il y a attaque dans Saint-Nicolas, alors là,
on crie de plus belle. Hein. Et puis on tombe dans les bras l'un de l'autre, on saute de joie. Regardez les gens qui encouragent véritablement Vandenbroek qui se retourne, qui a compris qu'il va gagner Liège-Bastogne-Liège. Voilà Franck Vandenbroek, le plus beau moment de toute sa carrière, assurément. Cette victoire n'a pas de prix. Merci à tous de moi, moins qu'à Paris-Roubaix. Ça n'a aucune importance aujourd'hui. Als zelfbewustheid een menselijk gelaat moet krijgen, dan is het daar wel. Hè. Het is zoals ik voorspel. Hè. Ik had vooraf gezegd, ik was zeker van mijn stuk. Op dit terrein kan niemand mij aan. Oui, pour moi, c'est un rêve qui se réalise, gagner Liège-Bastogne-Liège. C'est quelque chose dans la carrière d'un coureur. Et puis, c'est dans la façon que je l'ai fait. Voor hem waren de grenzen. Hij was overtuigd van zijn eigen kunnen. En als dit dan die luikbas dan een luik gewonnen had, met zijn letaar. En dan keek hij naar mij. Als ik hem proficiat wenste, was ze van, heb je gezegd, hè? Zijn eerste wereldbekerwedstrijd. En ik denk niet dat we veel gevaar lopen als we zeggen, en niet zijn laatste. Dat was dus een domme uitspraak van mij. Ja, op dat moment leek het allemaal nog... Ja, na zo'n prestatie, dan... Daar kon hij bij één wereldbekeroverwinning blijven. Hè. Maar ja, dan is het snel beginnen bergaf te gaan met hem. Hè. Ik was totaal anders dan de teruggetrokken, bescheiden coureurs die na hun overwinning in de bus sprong voor aan de pers te ontsnappen. Ik niet, ik genoot ervan. Ze pakte me onder mijn oksels en tilde me van de grond. Ze zette een kroontje op mijn hoofd en knielden voor mijn troon. Overal waar ik kwam was ik Van de Broeke, het supertalent, de jonge god. Mensen begonnen te stotteren wanneer ze me aanspraken. Hoe lang zou het duren voordat je je dan zelf als een god begint te gedragen? Maar dan een bom. Frank van den Broeke is vanmorgen opgepakt in het Noord-Franse Amiens en samen met zijn vriend en ploegmaat Philippe Gaumont naar Parijs gebracht. Het gevolg van een nieuwe blitzactie van de Franse drugsbrigade. Had ik maar bij Mapei gebleven.